Breda Nu. Je weet het meteen. Fabian, sportkleden. Zo jong al zoveel ploeg al gehad. Ooit begonnen in Amstelveen, hè? Ja, klopt. Bij NFC. NFC Brommer. Nog eens contact mee? Mijn ouders wonen nog steeds daar in de buurt. Mijn oma woont zelfs echt om de hoek. Dus ik rij er nog vaak genoeg langs. Dat hoor ik liever trouwens. Ik hoor iedereen wel Olly zeggen, maar dat vind ik... Drie keer scoren, dan mag je Olly zeggen. Vind je niet zelf? Ja, precies. Maar het is wel makkelijker om in het veld gewoon Olly te zeggen. Dus. Ten eerste Wolvergem. Ooit begonnen, hè? Ja, daar is mijn eerste club. En dan, daarna ben ik naar Lierse gegaan. Via Lierse naar PSV en dan nu bij NAC beland. Wie heeft je trouwens bij PSV gebracht? Dirk Peters, dat was een scout van PSV en een Belg ook. En die heeft me dan zien spelen bij Lierse en die heeft me dan naar PSV gebracht. Nooit doorgebroken bij Lierse SK? Nee, ja, toen was ik nog veel te jong. Dus ik hoopte gewoon door te breken bij PSV, maar dat is niet gelukt. Dus, maar ja, nu ben ik hier bij NAC en dat is ook een mooie stap. Voor degenen die het echt niet meer weten, in 2012 maak je debuut in de Champions League tegen Real. Ronaldo had je echt in je zak, joh. Nou, dat wil ik niet zeggen. Ik mocht een half uur voor tijd invallen. En ik heb daar wel hartstikke van genoten, ondanks het resultaat. Waar uiteindelijk ik wel heel erg van baalde natuurlijk op dat moment. Maar als je daar later op terugkijkt, dan ben je vooral blij dat je dat van zo dichtbij hebt mogen meemaken. Dat is wel leuk. Wacht, ik krijg even een appje binnen. Wat is nou het verschil tussen België en Nederlander? Hebben de Hollanders toch een dikke nek, of niet? Ja, dat zeggen ze bij ons wel, ja. Maar ja, wat het verschil is, ja, in België zijn ze meer misschien timide en afwachtend. En hier dan zeggen ze gewoon waar het op staat. Maar ja, wij denken ook vaak in België van ja, die Hollanders denken wel dat ze alles weten, maar dat is niet altijd zo. Succes met je carrière, Thomas Vermaelen. Oké. Niet verkeerd, hè? Nee, niet verkeerd. Nee. Een van jouw idolen, toch, of niet? Ja, klopt. Die Arsenal is ook een van mijn favoriete clubs. En hij ging van Ajax naar Arsenal, dus dat is wel een voorbeeld. Wat is nou jouw doelstelling als stel dat je carrière zit er op een gegeven moment op? En nog andere ideeën om het te doen? Zijn we altijd in de voetballerij blijven? Nee, ja, ik denk het wel, want voetbal is voor mij het leukste wat er is. Ik ben ook gewoon echt sportief en ik denk dat ik veel nog ga sporten daarnaast. En, zoals? Ja, welke sporten onder andere? Tennissen, zwemmen, alles fietsen. Maar ja, ik denk dat ik wel gewoon zo'n stap als trainer zou mij ook wel liggen, denk ik. En dat doe ik ook wel graag. Ben je een goede voetballer? Ik wil er even op toosten in ieder geval. Op je gezondheid en op je carrière. Ja. En dat is een beetje Zuid-Europees hier. Moet je toch gewend zijn in Italië. Dus nogmaals, en succes in je competitie. En ik sluit af zo, hè. Met een box. Met een box. Ja, andere tactiek zou volgen. Er kwam meer vaart in. Zoveel zelfs dat de Albanezen in de tweede minuut Klaas Nuninga in de mangel namen om een doelpunt te voorkomen. Maar dat ging ten koste van een penalty die door Daan Schrijvers benut werd. Klaas Schrijvers, ooit begonnen in betaalde voetbal bij NAC. Jullie hadden echt ooit een mooi elftal. Peter van der Merwe, Kees Rijvers. Klopt. Ja. Leo Kanjels. Kanjel. Laas Roms. Theo. Toch nog geen tank, hè? Peter van der Merwe. Ja, maar toch niet Theo de tank nog? Nee. In die periode was Theo nog geen tank. Goed elftal wel, hè? Toch wel. Ja, Theo is tank geworden toen hij eerst naar Sparta ging. En van Sparta is hij dus naar Feyenoord gegaan. Dan is het toch op een gegeven moment een opmerkelijke transfer, staat er in de krant. Daan Schrijvers verkast van NAC naar door Wilskracht Sterk, oftewel DWS in Amsterdam. Ja. Nou, dat is een vrij kort verhaal, want als ik het niet gedaan had, dan was NAC failliet gegaan. Dat was dus de boodschap die ik kreeg van toen de tijd de secretaris van NAC, de heer Spekenbrink. En als ik niet aan die transfer mee zou werken, dan zou NAC failliet gaan. Dat heeft je toch wel goed gezegd, want dat was wel leuk, want je ging naar mijn idool toe, die speelde Henk Weery. En nog steeds goed contact met Henk. Nee, maar Henk was nog niet bij DWS. Nee, maar die is later toch wel bij DWS. Later is hij er wel bij gekomen, ja. Maar ik ging dus in 1963 naar DWS. Ooit begonnen bij Baronie in Breda? Ja, klopt. Heel lang geleden. Maar hele goede voetballers voortgebracht. Ja, Adi Brouwers, ja, Nico Reinders. Gerrie Dijkers,
Kees van Eersel. Henk Wery. Sjaak Zwart. Dan kijk ik naar rechts. Johnny van Schip. Bud Brokke. René Hofman. Peter Remy. Een beetje hetzelfde rijtje. Dezelfde spelers eigenlijk, hè? Rechtsbuiters. Ja, Henk Wery en zo, dat is verder weg, Sjaak Zwart. Maar Bud Brokke. Schipje. René Hofman en Johnny van Schip, daar werd ik wel eens mee vergeleken, ja, in mijn tijd. Het was niet andersom eigenlijk? Nee, het was niet andersom. Kijk, en speelde toch wel bij een topclub. En ik speelde toen maar bij NAC. Toch heb je heel veel spitsen de bal op de stropdas gelegd. Wie is jou welke spits het meeste bijgebleven? Ja, dat zijn er toch wel. Dat is het geluk van mij geweest. Ik heb altijd met goede spitsen kunnen spelen en mogen spelen. Kijk, ik begon natuurlijk met Tom Cornelissen, die in de eerste divisie topscoorde werd met 35 of 36 goals. Daarna heb ik met Pierre van Noorden gespeeld, met John Lammers gespeeld. En daarna nog met Graham Arnold, onze Australische spits. Dus ja, het waren altijd wel geweldige spitsen en waar ik mijn ballen wel op kwijt kon zeggen. 1966, Twente. FC Twente thuis, 2-0 gewonnen. Trainer Bob Jansen. Was je daar trainer Bob Jansen en ik stond tegen Izzy ten Donkelaar. En die begon allemaal te vervelen tegen mij dat ik een jeugdspelertje was en dit en dat. En toen heb ik hem een klein klapje gegeven en toen lag hij plat en toen kwam de scheidsrechter naar me toe. En die zegt, wat is dat nou? Ik zei, ja, ik zou het niet weten. Volgens mij heeft hij de vallende ziekte of zo. Ik weet het niet. Bob Jansen, een goede trainer voor NAC destijds? Nee, hij was voor NAC geen goede trainer. 1968, wat misschien heden ten dagen niet meer zou kunnen of mogen bijna. Een transfer van Barani naar NAC. Toen was het nog gewoon NAC zonder Breda. Ja, dat ging wel een beetje apart. Ik werd eigenlijk geruild tegen drie spelers van NAC. Onder andere Ferry Piraar was daarbij. Twee andere kan ik me niet meer zo snel herinneren. En dat was de overgang van mij naar Barony. Er kwam dus geen geld bij te pas. Maar ja, in die tijd kreeg je dan nog 10% kreeg die speler van het transferbedrag. Maar er was geen transferbedrag. Ik kan moeilijk 10% van die drie spelers nemen. Ja, en toen begon ik wel te twijfelen. En mijn vader die begeleidde mij toen nog een beetje. En toen zei hij, ja, moeten we het nou eigenlijk wel doen en nog even wachten. En toen kwam de voorzitter van Baronie, Chef Segers, een fantastische man. Die was eigenaar van een juweliersbedrijf. En die zei, hou zijn carrière nou niet tegen. Laat dat nou maar gaan. Dan krijg je van mij een prachtig, hoe noem je dat, een Wedgwood servies voor mijn moeder. Nou, ben ik eigenlijk voor dat servies ben ik gezwicht. En zo ben ik bij NAC gekomen. Dankjewel. Alsjeblieft. Efgaristo. Ja, kan je. Nou, dat is in ieder geval niet verkeerd, Peet. Nee. Naar uitspijten. Uit. NAC, Breda, seizoen 2016-2017. Vag je er nog wat van? Ja, ik moet eerlijk zeggen. Ik heb de wedstrijd tegen Jan Utrecht gezien. Ja, dat viel me niet tegen. In 67, ook mensen zijn het waarschijnlijk toch alweer vergeten. NAC, Ajax, Lucky Ajax, 1-2. Bekerfinale in ja. De Meer. Ja, ja. Waarom deed je toen niet mee? Omdat ik 's middags van tevoren moest ik met de tweede kampioenswedstrijd spelen in de Kuip tegen Feyenoord 2. En daarna was ik reserve bij die wedstrijd bij Ajax-NAC. Okay. Ja. Nou, NAC gaat er wel Europa Cup spelen, Europa Cup 2, doordat Ajax natuurlijk de dubbel ja. had. Ja. Je hebt al aardig gereisd. Cardiff City. La Valletta, nee, nee, we gingen eerst naar Malta, ja. Dan kan ik me nog heel goed herinneren dat ze gingen voor de eerste keer vliegen als jong manneke dus. En we komen op Schiphol en toen zei ze, ja, we vertrekken wat later, omdat er een nieuwe motor in het vliegtuig moet. Dus dat was al een goed begin. En dat deden we, ik meen naar Malta, deden we toen vijf uur deden we erover. Wat wel opvallend was, het huidige is het allemaal het avondje nak, met respect zeg ik dat. Ja. Had je niet, want jullie speelden hier thuis dan helemaal niet in Breda. Welke niet? Europa Cup wedstrijd. Europa Cup niet, dat was in Eindhoven, hè, bij PSV. Ja. Op een gegeven moment 1969, Georg Kessler, de grijze eminentie, roept jou op. Ja. Nederland, Tsjechoslowakije. Ja, ik had al wat met Jong Oranje ook gespeeld. Daar was hij trouwens ook coach van toen in Denemarken onder andere.
En toen, toen werd ik opgeroepen voor... Oh ja, dan moet ik wel bij zeggen. Dat was weer in zo'n periode dat ze bij Ajax weer moeilijk deden. Vooral Johan Cruijff over geld en zo. En over dat soort dingen en arbeidsvoorwaarden, weet ik het. En toen heeft de KNVB gezegd, we nemen geen spelers van Ajax. Die zijn te veel opstandig, te opstandig. Nou ja, en toen kwamen ze, toen kwam ik in beeld, zeg maar. Want ik zat daar wel duidelijk onder. Maar goed, het was wel een fantastische ervaring natuurlijk. Ik heb een paar keer ook in reserve nog gezeten tegen Polen, Tsjechië en Israël. Voor degene die naar KNVB zit te schrijven, vroeger had ik Fries Vertuurhout. 2-0 heeft ze, hè? Ja, 2-0. Ja, die wedstrijd, nou, en die wedstrijd van Tsjechië was natuurlijk een hoogtepunt in mijn carrière. Omdat ik was overigens invaller, hè, dus zeg maar in de rust viel ik in. Ja, en die wedstrijd die liep zo fantastisch goed. En ik heb nou nog steeds spijt dat er toen geen beelden van over zijn gebleven. Want dat had ik nog wel graag gehad. Tijdens jouw carrière word je ook geselecteerd van Nederlands elftal. En een van mijn memorabele momenten, 17 april 1967, Nederland-België 3-1. Ja. Nou, in elftal had je toen nog met Edi PG. Ja. Bill Pijs. Ja, wie er allemaal was. Kon veld toen, ja. Wat opvallend toen was, daar kom ik er ook altijd op. Twee linksbuitens, Moulin Keizer. Ja. Moet je tegenwoordig niet aankomen? Ja, nee, dat kan tegenwoordig niet meer. Maar dan moet je natuurlijk niet vergeten dat er in die periode, pas ging er dus net een situatie naar voren komen, dat er 4-4-2 is, 4-2-4 ja. Of 4-4-2, weet ik wat. Maar voorheen was het 1, ja. Een stopperspel. Stop, ja. Rechtsback en linksback. Geweldig. Twee middenvelders en 5 man in de voorhoede. Ja. Je had een linksbuiten, een linksbinnen, een middenvoor, een rechtsbinnen en een rechtsbuiten. Dat is toen de tijd van 4-2-4, trokken ze al een speler terug vanuit die voorste linie. Iets verder door, nog iets langer daar de rand, ging er weer eentje weg. En toen ging iedereen door de 4-3-3 spelen. Dus altijd terug. En toen is het een spelletje geworden van doelpunten voorkomen in plek van doelpunten maken. Ja. Dan de onvermijdelijke 1973, NAC-NEC, bekerfinale. Ja. Jij was aanvoerder. Ja. Die hebben we gewonnen uiteraard. Hè. Terecht. Ja. Ja, want die was willekeurig een beetje de boel opnaaien. Tot ja, dat deed hij helemaal verkeerd. Ja. 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 Was jij het verlengstuk van Henk Willems als aanvoerder? Destijds wel, ja. Wat was toen eigenlijk jouw rol of je functie daarin? Nou ja, moet je niet overtrekken. Was gewoon aanvoerder. En het probleem was eigenlijk dat we in die wedstrijd, dat Jan Vergorp geblesseerd was, dat Daan Schrijvers geblesseerd was, Frans Vermeulen, Piet van Dijk. Dus we stonden toch een beetje gehavend aan die wedstrijd. Ja. Maar wonnen we met 2-0. Mooi moment om op de tribune de dennappel in ontvangst te nemen. Dan 1974, wat mij betreft het Kuwasjaar. Oh. Ben je niet zelf niet? Ja, ik vind ieder jaar een Kuwas. Nee, prachtig moment. Ja. Weer de bekerfinale. Oh ja. PSV. Ja, alleen zeker. Toen was er heel veel bier en weinig supporters. Opvallend. Maar NAC. Waar? In de Kuip. Ja? Dat weet ik niet. Heb ik niet bijgehouden. NAC PSV. Ja. 0-6. Op het nippertje verloren. Dat was kansloos, hè? Link? Ja, we waren kansloos. Ja. Alleen je was toen al in de picture bij NAC, maar daar kom ik zo meteen even op terug. Bij PSV? Ja. Jij zei NAC, hè? Sorry, bij PSV. Ja, maakt niet uit. Ja, we gaan er niet uitknippen, want ik mag ook toch ook fouten maken. Ja, tuurlijk. Dacht ik ook. 1973. NAC. NEC. Ja, een bekerfinale. Ja, dat is natuurlijk ook een hoogtepunt geweest. Leefde fantastisch in Breda met 100 bussen, geloof ik, acties van Dagblad de Ster met andere bedrijven. Was echt een gekhuis. Het was toen ook, toen we gewonnen hadden en teruggingen, heel langzaam vanuit Rotterdam met bussen allemaal achter elkaar, werden we gehuldigd op het stadhuis. En het was ook jazzfestival. Dat was met Hemelvaart. Dan moet je even zelf die kort doen. Eerst nog niet einde. 1-0 Stanley Wies, 2-0. Ja, 2-0 maakte ik dan, hè. Ja, ja. Maar dat is ook de enige bal die ik goed geraakt heb in die wedstrijd. Ja, maar Nick was nog ziek zijn en dat doelpunt was ook 50% geluk, want dat was een goede voorzet van Theo Dieriks. En die bal die valt ergens neer en ik sta als eerste op en ik schiet hem gewoon recht vooruit. En ja, rechte kruising in. Nou,
Schot van de wanhopige, maar het was wel de beslissing. Jullie waren helemaal geen favoriet, hè? We waren helemaal geen favoriet. En die van Nek hebben ons echt ook onderschat. Maar ik moet wel zeggen dat wij een fantastische keeper hadden. Jan de Jong, die ons eigenlijk er doorheen gesleept heeft. Want er stonden grote namen in, hoor, bij Nek. Jantje Peters, Thijssen, Kas Jansen, Saie Visser. Kronshorst of zo. Kronshorst. De keeper was Schelkes, maar ja, die heeft daarna... Ah, die heeft later het houtste hakken op zijn klote van Wiel Kurven, om het zo te noemen. Dat hij daarna niet verdwenen is, helaas, voor de jongen. Ja, dit was weer het item, de uitsmijter. Ja, ik heb al gezegd, wat mij betreft, een van de leukste aanvoerders van het Nederlandse voetbal, Bertus Schuurhuis. Bedankt voor het kijken en graag tot de volgende keer. Breda Nu. Je weet het meteen.